Van Riel. Weer de Bond. Vacek legt hem goed klaar daar. En dan meteen al het eerste schot van Hendricks. Dat is een goede bal op Leek. Leek nog altijd. Won dat duel van Riel. En de eerste keer dat Maassluis echt gevaarlijk wordt. Vers gebakken. Redert. Zo. Is daar in één keer twee man kwijt. En dan Vincent van den Berg. Maar die vergeten bal, dan gaat hij er toch in. Door Smolly Leek. Het goede doorgaan van Leek naar de prima combinatie met Van den Berg. Lijkt de aanvaller van Maassluis balverlies te leiden. Maar is het Smolly Leek die oplet en hem het laatste tikje geeft. En daarmee de thuisploeg op 1-0 zet. En Leek dus met zijn eerste doelpunt van dit seizoen. We hebben nog 17 minuten te gaan. Heyzakkers, Heyzakkers! Daar is dat momentje voor de treffers. Patrick Heyzakkers. Koert. Hendricks, geen controle. Van Riel, Gijssen kan. Nu Gijssen, voorzet. Bacek. En Koert die dan de hoekschop weggeeft. Kunnen we hier spreken van enige druk? Van Riel. En daar de goal. De absolute verdiende treffer van Dion Gijssen namens de treffers. Scoort hier de gelijkmaker. Gijssen 1-1. 89ste minuut. Ingooi. Verkeerde beslissingen achter elkaar. Weet je zelf ook? Ik zal mijn mond houden. Bacek. Bacek. En daar Gijssen met zijn... Nee, niet met zijn tweede. Dan valt hij toch goed in. Van Riel, nou die krijgt zijn tweede gele. Ook dat kan er nog wel bij. Die had al geel en die komt hier in botsing met Smith. Dan ziet scheidsrechter Kuil dat hij hem al geel heeft gegeven. En dan is dit rood. En dan is het afgelopen. Dan is het 1-1 geworden in een niet zo goede wedstrijd op Sportpark Dijkpolder in Maassluis. Uiteraard heel blij met de 1-1. Omdat je lang achter staat en toch nog 1-1 maakt. Dus dat is hartstikke mooi. Aan de andere kant ook wel, ja goed, had er wel meer in gezeten. Omdat we meer balbezit hebben gehad. Alleen, ja goed, daar hebben we ook te weinig mee gedaan. Dus te weinig kansen gecreëerd. Nou, ik denk dat wij hen de bal hebben gegeven. En dat wij eigenlijk dominant waren. Want wij bepaalden waar zij heen gingen. Dus ja, ik vind eigenlijk dat wij de ploeg zijn geweest die het wedstrijdbeeld bepaald hebben. Want zij hebben eigenlijk nauwelijks kansen gehad. En ik denk dat wij, ja, we hadden er misschien wel eentje extra in kunnen prikken.